ik heb hier een beginning met mijn scooter. Die loopt nu gewoon tussen je horen normaal. Dan gaan we dus even warm lopen. En ja, maar hartstikke kut omdat ik mijn helm op ga doen. Ik heb mijn helm liggen. En mijn scooter is helemaal vies. Allemaal drinken. Dus iemand heeft er drinken overheen gegooid. En dat was voor mij wat te zeggen. Maar dat maakt het verder niet uit. Maar we gaan nu even een stukje rijden. Want ik ga zo werken. Dus even een lekker stukje toeren. En geniet alvast een beetje vlog. En ja, geniet ervan. En ik zie jullie wel weer bij. Pop shots. Jongens, ik was zo aan het rijden toch? Maar toen kwam ik een vriendin van mij tegen, die wilde ook niet in beeld, net zoals die van de vorige video. Maar ze heeft een scooter. Ze heeft een hartstikke leuke scooter hier ook. En ja, als je contact aan hebt, hij stond al aan, heb je hier ook de ledverlichting. Waarvan alleen het hier omheen doet, maar hier binnenin niet. Hetzelfde geldt voor de achterlicht. Hier zit ook uit, en als je dan de rem indrukt, doet hij het wel. Nou, wat ik wel weet is bij de oudere modellen, als je hem dan aanzet, gaat hij wel aan. Maar deze blijft gewoon uitstaan. Hetzelfde geldt voor de voorkant. Dus we zijn even naar mijn scooter dealer gegaan. Want die van haar is een beetje oplichten. Oplichten is eerlijk. Ja. Dus even naar Rito gegaan. En aankomende maandag wordt het alweer gefixt. Dus dat was mijn planning. En ja, gaan ze weer lekker werken. En ja, maandag wordt die gefixt. Oké, jongens, maar het is weer een dag later. En ik had natuurlijk gezegd dat mijn scooter vies was. Dus wat ik heb gedaan, ik heb even een soepje gemaakt. En ik ga hier al die vieze vlekken even met een soepje eraf halen. Want ja, dit is gewoon even niet te doen. Even, en ik doe gelijk neem ik mijn hele scooter mee. Dus dat ga ik nu even doen. Maar ja, hier is ook helemaal vies en zo. Dus ik ga hem even schoonmaken. En dan zie ik jullie zo meteen als hij weer schoon is. Oké, ik weet niet waarom. Maar als ik hier al de beelden heb, is zeg maar die video, die wilt hij er niet in zetten. Als ik deze erin zet. Tussen, even kijken als hij er zin in heeft. Dan zegt hij dat hij niet bestaat en op mijn camera staat hij, maar hij wil hem er niet op zetten. Dus ik denk, ik film het even zo. Ik heb hier mijn scooter gewassen en zeg maar, hij was gewoon weer schoon, maar die avond ging ik weer rijden, zo was hij weer vies. En toen ga ik hem weer wassen en daar is de vlog nu gebleven. We gaan loesoe, we zijn weer bang. Hey, ik heb een stukje gereden toch, maar mijn scooter is koulo vies. Er zit hier allemaal shit en zo. En ook op die Passera die net weg is gerend. Pussy boy. Oké, wacht. Ik heb me uitlaat. Wacht even. Het is hier helemaal, heel die achterkant, helemaal vies, man. What the fuck. Hier die uitlaat ook. En zij de uitlaat ook. Boy, yo. En ja, deze valt mee. Want deze van een chickie. Dus het valt op zich wel mee. Dus, ik ga hem even wassen. En dan zijn ze weer schoon. Want dit kan echt niet. Dus ik ga ze even wassen. Even de scooters gewassen. En dit ziet er al gelijk een stuk beter. Ah, die lichten gaan gelijk uit. Dit ziet er gelijk al een stuk beter. Ik laat mijn zaklamp pakken. Ik pak even een zaklamp. Kijk, en dit ziet er gelijk al een stuk veel beter uit. Uitlaatje is ook weer schoon. Hier voor de rest, alles weer helemaal gewoon lekker. Lekker shiny gewoon. En al die vieze vlekken zijn eraf. Hier, hij is gewoon helemaal clean weer. En ook zijn accra is ook gewoon weer, ja, hij is hier nog een beetje vies. We hebben niet goed gewassen. Ja, man. Ook gewoon weer helemaal clean. Helemaal weer clean. Nu kunnen we weer verder met de soep met de reis. Het is hier is het helemaal zwart van mijn uitlaat. Hè. Het komt gewoon allemaal van mijn uitlaat. Het is gewoon helemaal zwart hier ook. Echt vaag. Kijk, mijn beelden waren verwijderd ofzo, dus ik neem het even opnieuw op. Maar we hadden ineens een kleine meeting en het was van het een of het ander, dus ik denk, ik doe even de context. Ja, we waren aan het rijden en ja, mijn scooter was ook helemaal vies zo. Dus ik dacht, nou, ik had mijn kamer ervoor in mijn buddy met schoonmaken, had ik hem mee. Ik zeg van, nou, plak ik gelijk beelden met mijn telefoon in. Want mijn telefoon ook in mijn zak, dus kon ik makkelijker filmen ofzo. Daarom is dat met mijn telefoon gefilmd, maar ik denk, ik doe het er gewoon lekker in. Mijn scooter is ook weer helemaal weer schoon. Ja, ondertussen was het ook weer vies, want het is weer aan het regenen, want ja. Nou, nu is het even lekker. Maar als je het ziet, het is vanochtend wel geregend, het was wel een beetje nat en zo. Dus, nou, maar hij is in ieder geval, al dat viezigheid is in ieder geval af. Daarbij, ik heb een paar dagen geleden een schoen gekocht. Die mogen ook weer even de was in.
Die zijn helemaal weer een beetje vies. En ik heb er nu krant in zitten omdat ze nat waren. Want ja, ze waren nat. En dat helpt. Dat helpt oprecht. Want dat zakt water op of weet ik veel. Maar dat helpt in ieder geval. Dus die moet ik even weer schoonmaken. Maar dat... meiden, ik ben nu op school. Ik moest even een rondje doen. Maar jullie weten, ik heb een paar dagen terug een schoenen gekocht. Nou ja, ik loop hier ook nu op een bospad. Maar ik kan mijn schoenen dus niet wit houden. Want deze zijn net nieuw. Ze zijn niet helemaal zwart, maar schoon zijn ze niet. Ik bedoel maar, ja, maar ik loop hier nu ook hier. Ik vond het is mijn telefoon, want ik heb mijn camera niet bij me. Maar ja, ik kan mijn schoenen gewoon echt niet wit houden. Maar dit is even ook weer gelijk het einde van deze video. Als je deze video leuk vindt, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En nou ja, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. En dat is volgende week donderdag. Yes. Lasse. This is the song. La 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 la. Elmo's song.